Wooden helmet. Ja, inderdaad. Fucking chill, hè? Gewoon wooden, nou, wooden ammo. Nu ben ik echt een stijve houtkop. Kijk. Wauw. Ik ga een full set hout maken. Wacht even. Beetje verspilling van hout, of niet? Nee, trouwens. Nee hoor, want voor mij was dat niet eens heel duur. Voor mij was dat 15 hout of zo voor die helmet. Dus, gewoon doen, maakt niet uit. 20 hout. Nou, daarom. 20, oké. Ik zie nog steeds die vissen lopen, wat. En we slaan weer iets over. Oh, wat? Als je bij de equipments kijkt, is er ook een rij bijgekomen. Oh ja, tuurlijk. Ja, helemaal vergeten. Echt? Ja, dat is ook een grote. Ja? Ja. Dice. Dus je kan nu, als je een panzer hebt of een vanity outfit, die zijn er trouwens ook heel veel nieuw. Dan kan je ze ook een kleur geven. En dat zorgt voor bijna oneindig verschillende keuzes om je character, zeg maar, persoonlijk te maken. Dat is zo fucking nice, hè? Dat is wel. Dan kan je nice. Echt gewoon, als je bijvoorbeeld, ik noem maar iets, Mithril. Als jullie dan een heel mooi panzer vinden, maar je denkt van, ja, het is snotgroen, dat vind ik fucking lelijk. Kan je gewoon nu de kleur veranderen en nog steeds hetzelfde design houden. Dat is zo nice. Dat is op zich wel chill, ja. Dus eigenlijk kan je nu ook gewoon je eigen t-shirt verkleuren. T-shirt, dan kan je een nieuwe NPC doen, zeker. Ik heb geen toortjes meer, jongens. Kunnen jullie die plaatsen? Oh, ja hoor, is goed. Ik plaats wel. Chill. Ja hoor. Oh, dan geef ik het aan Yuri. Dan heb ik Yuri allemaal toortjes gegeven. Yes, is arrows. Die zien er ook anders uit nu, trouwens. Echt? Ja, die waren eerst volgens mij groen en nu zijn ze puur wit. Dus. Maar dit ziet er echt vet uit zo. Weet je wat? Beter slaan we één over, anders dan gebruiken we veel te veel torches. Ja, je hoeft je niet per se overal de torches te plaatsen. Maar het ziet er wel vet uit op zich, hè? Ja, zeker weten. Sinds dat ik weet dat je die torches op backwalls kan plaatsen, dan zet ik altijd denk aan hoe kan je dat mooi maken. Oh ja, nou, dat is trouwens ook nieuw. Je kan met een pickaxe kan je niet. Want als je kijkt naar je pickaxe, dan staat er range min 1 of zo, of min 1 range. Oftewel, we kunnen nu niet bij dat hoogste blokje, dat is echt kut. Dan hebben we een nieuwe pickaxe nodig. Wat? Moet je maar eens kijken bij je pickaxe. Ja, dus je kan niet bijvoorbeeld het hout hier op het plafond kan je niet weghalen. Ook waarom kan je niet? Het wel plaatsen. Ja, omdat je range min 1 is. Ja, als je springt dat wel. Dat is best wel jammer. Nou ja, dan moeten we gewoon een nieuwe maken. Zo moeilijk is dat niet. Denk ik. Kijk, plaatsen gaat wel gewoon nog, oké. Okay, dat vind ik trouwens ook nice. Hebben ze ervoor gezorgd dat het veel beter aan de grond plakt, zeg maar. Dat je niet meer zo'n streep ertussen ziet. Ja, inderdaad. Ik heb even een vraagje. Ja? Zullen we deze eentje uitbreiden of zullen we hem zo houden? Want het is nu niet symmetrisch aan iedere kant, maar... Ja, breid maar eentje uit hier. Is goed. Wacht, ik help al. Dan breid ik hem aan deze kant uit. Nee, dan breid ik hem hier uit. Mm-hmm. Oh, oké. Ja, is goed. Deze gang moet toch nog één breder worden als Jesper erbij komt? Hoezo? Zo hebben we toch afgesproken? Oh, nee, want dan is het niet goed. Want dat touw loopt echt nu in het midden, dus dat wil ik liefst zo houden eigenlijk. Ik vind dat mooi. Ik weet niet wat jullie ervan vinden. We kunnen in principe echt er een ladder van maken en dus twee breed doen. Want dan lijkt het echt op een ladder. Dat hoeft niet per se. Uiteindelijk kunnen we zelfs kettingen gebruiken in plaats van dit. Dus. Ja, maar je moet wel onthouden dat je 3000 van die items nodig hebt, toch? Of niet? 3000? Wat? Of hoe diep ga je ongeveer? Wauw, dit is echt fucking vet. Al. Je gaat volgens mij één blokje is 2 feet naar beneden, als het goed is. Oh, okay. Ik weet niet meer. Dat is de helft, dus. Ja. Oh, nog 1000. Wat gaan we doen? Gaan we minen of gaan we. Ik wil een klein beetje eigenlijk de bovenkant eerst gaan exploren. Of een klein beetje exploren. Ja. Klein beetje hoor. Ja, en dan daarna gaan we minen. Daar ben ik het eigenlijk al mee eens. Wacht, ik eerst even een chest neerzetten. Ja, kunnen we een chest maken? Hebben we ik heb al een chest neergezet. Oh ja, tuurlijk. Nice. Oh, ik heb nog 8 rope, die doe ik even in. Oh ja, wacht, ik en moet even een iron ore blijkbaar. Ik vind het wel jammer dat je niet tegelijk in de chest kan. Ja, inderdaad. Oh, sorry, ik schiet wel even op. Hè. Nou ja. Zo. Neem je tijd. Oké, ik ben even kijken of ik nog een nieuw item zie of zo. Ik zie nog. Oh, wacht, tuurlijk, een full set hout ga ik. Jongens, kijk waar ik sta. Dit is awesome. Ja toch, waarom niet? Oké, zo, en dan mijn breastplate. Oké, ik heb full wood. Wacht even. Hoeveel defense heb je dan? 3. Wat voor bonus? 3, serieus 3. Nou, wat voor bonus heb je dan? Nee, maar scroll doet weer heel langzaam jongens, wacht. Maakt niet uit, ik heb deze. Wooden pants geven niet eens, dat geeft niet eens de defense.
Je pants heeft geen 1 defense, maar als ik die erbij zet, dan krijg ik een set bonus van 1 defense. Oh, dat is heel goed zeg. Mijn hoofd is 1, mijn chestplate is 1, mijn broek is 0. Maar als ik alles heb, komt er wel nog eentje gratis bij. Dus ik heb nu 3 defense. Wow. Laten we beginnen met Let's go, nice. Wauw, lekker. Het ziet er uit, hè? Alleen als de ogen zijn een andere kleur. Ja, en mijn huiskleur is ietsjes donkerder. Kijk in mijn ogen. Weet ik veel, we gaan rechts. Okay. Wacht jongens, check dit. Ja, kijk, het is veel beter. Ja, het is veel beter. Oké, jongens, we gaan. Weet je, onze waterval, de guide staat lekker vast. Oh my god, de flying fish! Oh jee, ja, ik zie hem, ik zie hem. Wauw, die heb ook zoveel. Hoezo hebben jullie al een broodsword of zoiets? Die wil ik eigenlijk ook. Van hout. Dat is wel chillig. Ja, dat is niet zo. Dat is niet zo heel moeilijk hoor. Nee, ik ga trouwens een nieuwe maken, want ik heb zo heel klein. Was het de woordensword of was het de broadsword? Wacht jongens, ik zet even de furnace wat dichter bij de. Geen broadsword. Oh, ik heb een slow. Nou, ik maak gewoon een nieuwe. Ja, daarom. Het kost me even hout. Forceful. Oké. Ik heb 50% meer knockback. Hé, nu heb ik deze dingen. Opeens hoor ik een hamer. Ik wil een grappling hook. Er wordt getimmerd bij mij, jongens. Dus misschien dat ik zo even het raam getimmerd doen. Lopende vis. Dit is toch mooi. Dit is toch wel. Zo humor. Dit spel is echt... Dit spel heeft zich eigenlijk weer overtroffen, jongens. Yep, inderdaad. Nou, we gaan... Op zoek naar een nieuwe biome. Hopelijk vinden we een nieuwe biome. Ik hoop dat mensen dit ook leuk gaan vinden. Die mensen die het ook niet leuk vonden om eerst te kijken. Dat ze toch gaan kijken en dat ze het toch weer leuk gaan vinden. Ja, want dit is echt leuk, jongens. Serieus. Als je denkt van, ik weet het niet, maar ik zou zeggen, geef Terai een kans. Ja. Je zal er zeker geen spijt van krijgen. Dat kan ik je verzekeren. Ja, maar je moet het wel multiplayer doen. Oh mijn god, jongens. Wat is dat? Wat is dit? Wat is dit? Dit is een boom. Ja, dat een zie ik. Een mega, jezus, boom. Wacht even, ik heb een idee. Wacht, nee, what the fuck is dit? Je kan jongens, niet naar beneden. Wacht. Ja, kom, we gaan niet naar beneden. We gaan de boel even ontdekken. Of we gaan naar boven. Nee, we gaan naar beneden. Deuren, een kamer. Een kamer en een kist. Wat zit erin? Nee, ik wil in die kist. Oh. Leaf wand. Ik pak deze goed. Living table en zo op. Holy shit. Wat is er? Wat zit er allemaal in? Laat het zien, mag ik kijken? Nee, wel, ik heb een leaf wand. Mag ik kijken? Ik pak het niet uit. Oké, kijk maar even. Dat zat er dus in. Voor de rest zat er nog een beetje tin in en iets anders. Place leaves. Ja, mag ik hem? Dan ga ik hem even testen hoor, want... Ik neem deze woeden door mee. Het kost hout. En wat plaatst het? Leaves. Legit, gewoon leaves. Dat is op zich. Fucking nice, eigenlijk. Ik ga verder naar beneden, maar ik heb geen licht. Yep. Heeft er iemand nog licht? Oh, wat is dit? Wauw. Dat is een demon altaar, maar dit is geen gewone demon altaar. Tenminste, het lijkt op een demon altaar, maar het is... Zou ik proberen om te breken? Wacht even, hoe mijn ouders zijn aan het zagen. Oké, ik probeer het wel. Oh! Ah! Jezus, dat heeft veel schade. Oh ja, tuurlijk, dat mag ik niet doen. Je mag... Oké, jongens, dit is dus een demon altaar, maar dan de crimson vorm. Crimson is dus een nieuwe biome, wat in onze wereld de corruption vervangt. Het is niet in elke wereld zo, dus maar in hebben geen corruption? Wereld, nee. Fucking chill. Ja, we hebben geen corruption, maar in plaats daarvan hebben we crimson. Maar ik weet niet of je daar nou zoveel blijer van moet worden, Tommy, want... Hoe moeten we ooit hier uitkomen? Gewoon weer naar boven, dat lukt wel, denk ik. Maar wacht even op Yuri. Ik probeer... Oh, je bent er al uit, bijna. Chill. Het ja, kan wel. Het kan dus wel. Ja. Ja, ik wacht hier even wel. Ik heb trouwens die tables en zo en die stoelen heb ik opgepakt die hier stonden. Oh ja, nice, inderdaad. Dat kunnen we gebruiken voor ons in ons eigen huis. Moet je kijken hoe vet dat die eruit zien, hè? Let op. Alleen die stoel al, hè? Die stoel ziet er gewoon vet uit. Wacht, ik moet even checken. Wacht, ik zet hem wel boven neer. Oh, kijk hier. Ja, inderdaad, die is zo vet. Ik wil weten hoe je dat moet maken. Maar Yuri, is het oké? Ja, hoor. Ouders zitten te zagen omdat ik eigenlijk mijn honden weer moet uitlaten. En Sander zit zich eronder uit te willen omdat hij huiswerk heeft. Oh, kom. Het is gewoon helemaal hout. Ja, dit is hout. Oh, jongen, nee, wat doe... Oh, jee. Oh, laat maar, het valt wel mee, Oh. Laat ze allemaal... Nou, mooi, we gaan die gewoon even zetten. Gewoon genieten van de regen. Ik dacht dat ik het zwaard was dat. Blijkbaar dus niet. Jezus, wacht, ik ook. Hier, leaves. Maar dat kost hout. Het kost 1 hout om een leaf te plaatsen. En ik krijg er niks voor terug van mij. Of, wacht even. Kost het echt hout? Het kost hout. Ik probeer het even dat terug te krijgen. Raar. Nee, ik kan het niet terugkrijgen, dus... Maar dat is wel vet, dat betekent dus dat we een eigen boom of zo kunnen maken hierdoor. Hey, dat klopt. Dat is wel lomp.
Ik wil trouwens wel even kijken hierboven in de boom. Ik wil hem beklimmen. Is dat goed? Of? Ja, ik wil eigenlijk wel mee. Wacht, ik heb deze dingen. Jezus, al die slimes. Wat? Ik heb deze dingen, wacht. Wacht. Haal die torches even weg. Wat? Oh, moment. Ik wil eventjes hier even een torch. Waarom gaat die torch niet weg? Moet je met de rechter muis knoppen? Rechter muisknop? Oh. Ja. Dat is helemaal niet. Oh ja, al die troep hier. Die zombies. Deze zombie is echt overpowered. Die hebben helemaal 50 levens. Oh. Ja. Hè? Wat ga je doen? Nee. Ik ben bijna dood! Oh nee, Tommy. Ja, dit is wel een beetje heel erg veel shit. Kijk hoeveel shit hier nu zit. Zullen we gewoon verder exploren en die boom straks doen als het dag is? Ja hoor, oh kut. Ja, is goed. Er komt weer een of andere meidzombie. Anders dat is ook al nieuw. Die dingen gewoon... Vrouwelijke zombies. Kom. Vrouwelijke zombies? Ja, nou, vrouwelijke zombies. Easy. Het zijn vrouwen. Oh, dit is zo... Racisme! Nee, toch weer, jongen. Was just kidding, alle vrouwen die kijken, ik hou van jullie. En je ziet trouwens die... Je kan wow, fucking touwtjes of bomen plaatsen, kerel. Holy shit, Yuri. Je kan fucking torches op bomen Yuri, plaatsen. Ik was heb een raincoat van die zombie gek. Oh wow. Kut. Oh. Tommy, ik heb van zo'n zombie met zo'n regenpak. Heb ik zijn regenpak gekregen? Nee. Ja, dat moet je zien. Je moet me zien. Fucking lol. Oh wow. Oké, ik kom weer terug. Oh wacht. Oh, ik dacht dat jij eraan kwam gewandeld, maar dat is nog een zombie. Wat? Er kwam nog een zombie met een regenpak aan, dus ik denk dat dat is Kiko. Tommy, waar ben je? Ik ben nog steeds... Kom, we gaan toch verder, of niet? Hallo, Tommy? Je ziet er nu echt fucking creepy uit, weet je dat? Je van... Potloodventer. Wat een potloodventer, hé? Moet je kijken, moet je dit zien, let op, hè? Zal ik kom hier. Pak hier eens uit, kijk dit, zombie. Kijk dit. Op een fucking bomentorch. Ja, maar dat kon altijd al. Oh, daar hebben we een slime zombie. Oh, dat kon altijd al, blijkbaar. Ja, dat kon altijd al. Dat weet ik helemaal niet. Ja, oké. Okay. Nou, ging de boom beklimmen, toch? Ik ben best erbij. Nee, natuurlijk niet. Oké, goed. Nou, ik ga weer. Nog een torch op een boom. Wauw. Sorry, hoor. Heel veel torches op een boom. Heel dat ben ik altijd, hè, die toortjes. Ik weet niet wat dit doet, maar op een of andere manier. Is dat nou een albino oog? Ja. Kijk naar die zombie. Welke? Onder hier. Albino oog? Ja, zie je dat niet? Die is wit of zo? Wit pupil. Oh ja. Dat maar albino's hebben toch altijd rode pupillen? Ik ben bijna dood. Oh ja, weet ik wel, kleurloos oog dan. Hé, wat doen jullie eigenlijk moeilijk? Wat? We hebben niet voor niks van die ropes gekregen. Ja, ik heb geen rook meer. Ik heb wel. Ja, daar. Oh, mooi. Oh, Terraria noobs. Wat? Als er loot boven is, wil ik hem pakken. Ja, voor mij niet. Ik weet het niet. Ik ben hier voor mij nooit boven geweest, dus... Oh, er zit wel een pot. Pot. Je zit bij de pot, is. Later vliegen we er gewoon op. Later vliegen we op die boom. Ja, later wel, Jori. Nu nog niet. Kijk op die minimap. Ziet er ook al vet, fucking vet uit, die boom. Wacht, ja. ik geef op M. Ik heb de minimap uitgeschakeld. Is dat erg? Oh. Nee, tuurlijk niet. Wacht, ik druk even op M. Ha, en dan kunnen we kijken wat ze tot dit hebben. Oké, ik doe de minimap weer gewoon terug aan. Die boom zit wel heel erg bij ons wat? Huis. Mensen mogen beslissen in de volgende record sessie, want het is een record sessie, gaan we beslissen of de boom wel of niet, of de minimap wel of niet aangaat. Ja. Ja, voor mij ook eigenlijk. Nee, ik denk dat ik hem gewoon aanhoud. Want dat is gewoon veel vetter eigenlijk. Oké, maar wat gaan we nou eigenlijk doen? Want het is middernacht, het regent nog steeds, ik ben hier helemaal nat. Zullen we even wachten totdat het een beetje de nacht weg is en dan be right back ofzo? Ik ben blij dat ik een regenpak aan heb, dan word ik misschien iets minder, maar... Ja, zullen we even be right backen? Wat? Nee, we gaan gewoon mijnen. Dat hebben we nog niet gedaan. We gaan gewoon mijnen. Nee, maar met... Oké. Het Terraria is altijd wel wat te doen. Ja, je hebt altijd wel wat te doen. What the fuck? Een zwart oog. Een zwart oog? Ja, Oh ja, ik zie het. Lens. Oh, wacht! Dan dropt hij voor mij ook een zwarte lens. Denk ik. Laat hem niet ontsnappen. Ja, hij zult niet ontsnappen, oog. Hier komen. Kom maar eens hier, oog. Heb je een... Jij zult niet ontsnappen, oog. Oh jee. Was goed bedacht. Ja. Kom, laat me gaan. Ja, kom, we gaan terug. Oh, regen dingen. Regen zombie.
Regenpak zo. Ah, ik ben bij de dood, En ik heb ja. Ha, vier ik heb hem, ha. Mooi. Ja, grote. Zo. Mooi. Ik wil eigenlijk nog zo'n regenhoedje hebben. Nee, welke sukkel vond het een goed idee om hier weg te gaan? Oké. Okay. Oh, fuck. Oké. Bill. Ja, dit is best wel logisch. Oh, ik ben in ieder geval wel aan mijn huis. Ja, ik wou net zeggen, dan ben je gewoon nog thuis. Tuurlijk, je spant, hè. Oké, mooi. Kom, laat het naar beneden. Jongens, ik heb een yellow marigold. Wacht, hoeveel... Used to make yellow dye. Oh, nice. Oh ja, tuurlijk. Wacht, voor mij zie ik er ook eentje. Jongens, beter maken we als allereerst een kamer voor de merchant, want dan kunnen we meer rope kopen. Nou, weet je wat we gaan doen? We gaan eerst even minen. Nou, maar dat is niet veel werk. Anders gaan jullie alvast, dan maak ik wel gewoon die kamer. Oké? Okay? Wacht, kunnen jullie dan even wat hout geven? Ik heb maar 14 hout, kerel. Heeft iemand nog wat hout van? En die wil ik trouwens zelf hebben voor het minen, voor nieuwe torches. Tegenwoordig kan je die wooden walls kan je weer terug veranderen in hout, dus dat is ook weer mooi. Oh, dat is heel mooi. Kom, we gaan minen. Niet dat ik zoveel heb, maar... Ja, tot zo. Kom, we gaan hier even in. Kijken of hier nog even... Oh nee, hier is niks meer, of wel? Oh, ik hoor een worm. Ja, oh, ik al ook. Die levens. Wow, ieder ding is nu een eigen, heeft nu aparte levens. Wat? Wacht, ik kom even checken. Niet. Hij is al bijna dood. Wat was hij? Kijk dit. Kijk hoeveel levensbalkjes dat het ding is. Oh, wauw. Lol. Oké, goed. Nou, ik ga even verder. Oh, dat gaat echt chill met dat touw, jongen. Jezus. Zo mooi. Oké, ik ga het hier lekker breed doen. Kom, we gaan hier naar beneden, of niet? Ja. En dan plaatsen we hier zo een huisje. Oeh, lang zullen we dit huisje doen. Oh, zo denk ik. Dan kunnen we hier. Oké. Ik denk dat dit tikkie langer dan. Tikkie langer. Wow. Yo, mooi. Yes, ropes. Ropes? Nee, dat zijn stalactieten. Wat? Oh, ik heb een naal, een night owl poison van zo'n kist, of zo'n pot. Oh, nice. Ja, je kan een potje krijgen van een pot, ja, dat klopt. Dat heb ik echt nog nooit gehad. Echt nog nooit. Cool. Oké, even zien. Ik heb glas. Wauw. Hoe kom ik aan een klein beetje glas? Wacht. Nou, even gewoon even weg te houden. Oké. Zo, het is best wel saai voor de mensen om hier naar te kijken, omdat we gewoon een rechte gang maken. Helemaal niet, dit is gewoon meesterlijk. Wat? Nee, dit is gewoon meesterlijk. Gewoon net... Oh, gaan niet naar links. Gewoon elke grot die jullie vinden, gewoon ingaan dan. Ik ben bijna klaar met mijn dingetje. We gaan hier ook een klein beetje, heel klein beetje AFK opdoen. Maar bossfights en zo zouden we altijd... Ja, als we bijvoorbeeld net hebben gemined en we hebben niet genoeg voor iets, dan wil gewoon nog even AFK wat extra gaan minen en zo. Ja, en misschien heel even wat grinden AFK of zo. Maar we zouden altijd gewoon bossfights en de meeste dingen gewoon altijd gewoon onscreen doen. Echt gewoon het hoognodige. Hou. Ja, gewoon minen eigenlijk, gewoon dat vooral. Minen, dat hoeft ook niet echt altijd per se op camera, zeg maar. Mm-hmm. Okay. En misschien dat we ook kunnen gaan streamen ooit, maar... Ja, ik weet niet. Ik denk niet echt streamen. Misschien dat we dat dan doen als een apart iets. Een episode 30 special ofzo. Ja, misschien een special, oké, om de 10 episodes of zo. Dat kan wel. Zou misschien wel kunnen. Zal we dan een uurtje of zo doen, een special ofzo? Ik weet niet of jij daar iets van bent, fan van. Ja, ik heb wel specials gedaan in het verleden. Het gaat echt niet goed. Het is meer dat ik het niet wil, maar het is meer dat het mij heel veel tijd kost. Want als ik gewoon een video render van een half uurtje, kost dat mij al 4 uur. Dus met deze computer dan, hè. Mm-hmm. Dus ja, dat is ik wel jammer. Gewoon heel veel tijd er nu al in. En ja, niet dat ik het erg vind, maar... Het is meer dat mijn computer dat... Dan kan ik gewoon mijn computer gewoon niet... Server is backing up. Backing up? Mooi. Ja, het is toch even makkelijk. Ik zie zo'n ESL script voorbij gaan. Oh. Om de tweede beeld. Oké, goed. Nou, ik heb dit. Het ziet er ook ziek uit, hè. Oh, dikke waterval. Ja? Nice. Super awesome. Oh, wacht. Jij had toch die tafels en zo? Ja, nice. Die heb ik in de chest gedaan, expres. Ja, die ga ik gewoon in dat gebouwtje zetten. Fuck it. Jot, is goed. Laten we gewoon van die... Als je hier nou opvalt, hè? Nee, dan krijg je geen damage. Kunnen we niet van die kamers maken, uiteindelijk? Even checken of gewoon elke kamer... Oh, ik heb een gills poison. Wat is dat?
Oké, de kamer is compleet. In water instead of air. Oké, we nemen gewoon alles mee, hè, wat we nu nog vinden. Wat nou als we gewoon elke kamer die we voor de NPC maken, gewoon apart inrichten? Decoraten, zeg maar. Ja, oké, okay, maar dat doen we wel iets voor later of zo, denk ik. Ja, tuurlijk, maar... Not fair of house, denk ik. Misschien komen we door dit of zo. Wacht even, ik moet even wat aanpassen. Ah, ik heb nog een deur nodig. Hebben we nog een deur hier? Ja, hier, mooi. Weet ik niet of je een deur hebt. Ja, we hebben nog precies. Het is heel raar, want je zit te praten over deuren en zo, terwijl wij zitten te minen. Dat is echt heel raar voor mijn abonnees, denk ik. Eens van, ik ben nu klaar, dus... Ik kom eraan. Ik heb twee huizen gemaakt. Dus eentje voor de guide, als die lullig wil gaan doen. En eentje voor de merchant, dus. Oké, hoe ga ik dit ooit overleven? Ik moet naar beneden pleuren. Oh, wacht, ik heb kopweb, laat maar. Oké, hij heeft kopweb, laat maar. Ja, dat werkt dan. Oh, die waterval is inderdaad vet.